Hoi allemaal. Wat fijn, wat fijn. En wat fijn dat jullie in de zaal zijn. Politici, vertegenwoordigers van het volk, controleurs van het systeem. En het systeem heeft ons zoveel welvaart gebracht. Het systeem is geweldig voor innovatie, infrastructuur, productie, handel, export. Het systeem heeft wel wat moeite met onzekerheid, met waardigheid, lange termijn. Groeiende kloof tussen rijk en arm, polarisatie in de wereld, de oprukkende macht van big tech, de ontwrichting van de ecologie, klimaatnood, daar weet dat systeem niet zo heel veel raad mee. Nou, maar wij wel. En ik wil vertellen waarom ik dat durf te zeggen. In 2015 was ik te gast op een conferentie in een dorpje in de Alpen. Daar kwamen 50 wereldleiders, politici, CEO's van de VN en wetenschappers kwamen samen en zij bespraken de noodzaak van een duurzame wereld in 2030. Sustainable Development. Ik was uitgenodigd. Een kunstenaar. En niet eens een beroemde. Zoals Bono of zo. Nou, daar zat ik dus aan zo'n lange tafel, deze, en chic hotel, heel mooi uitzicht. En alle wereldproblemen kwamen langs. Al snel begon het met te duizelen. Dit is echt complex, abstract. En de meeting werd geleid door professor Sachs, de naaste adviseur van Ban Ki-moon. En hij zei, ja, de Verenigde Naties kunnen zelf natuurlijk op zich niet zoveel. Het is aan de lidstaten om in actie te komen. Ho ho, zei toen de voormalige president van Finland. Die zei, ja, wij politici moeten worden herkozen. Wij kijken meestal niet meer dan een jaar of 4 vooruit. Nee, kijk waar het geld gaat. Investeringsbanken of multinationals. Daar wordt de toekomst gemaakt. Oh nee, zei toen de CEO van een multinational. Kijk, ik heb aandeelhouders. Ik moet elk kwartaal mijn cijfers laten zien. Als ik geen winst maak, leg ik eruit. Nee, de non-profit. De wetenschap is vrij om in de toekomst te kijken. Wacht eens even. Zei de wetenschapper met de Nobelprijs. Kijk, wij zeggen al tientallen jaren dat het klimaat opwarmt. Maar onze boodschap komt niet over. Het zijn de media die bepalen wat er in de hoofden en de harten van de mensen speelt. Ja, zo makkelijk is dat niet, zei toen de hoofdredacteur van een belangrijk tijdschrift. Mensen lezen geen lange artikelen. Aandacht is vluchtig. Media moeten snel, kort, flitsend, prikkelend nieuws brengen. Voor verdiepende journalistiek hebben mensen helemaal geen tijd. Nou, professor Sachs nam weer het woord. Hij zei, wereldwijde omslag naar duurzaamheid komt niet van hoger hand. Niet van de VN, van een regering of van een bedrijf. Nee, de mensen zullen zelf naar een betere wereld moeten gaan verlangen. En toen keek hij naar mij. Hij zei, kunstenaars, die spreken het gevoel en de emotie van de mensen aan. Zonder kunstenaars kunnen wij geen duurzaamheidsrevolutie maken. Ja, ik was een beetje van de kaart. Ik ken de kracht van muziek. Ik weet hoe belangrijk schoonheid en verbeelding zijn in het leven. Maar een wereldwijde omslag naar duurzaamheid, toch had ik niet een excuus paraat. Dus ik zei, you are right. Let's go for it. Nou, gelukkig had ik een lange treinreis terug naar Nederland om na te denken. En ik dacht, ja, inderdaad, wij kunstenaars, we zijn vrij niet gebonden aan een regeerakkoord of een businessplan. Wij mogen onderzoeken zonder ons aan wetenschappelijke methodes te houden. Een wetenschapper moet zich specialiseren. Wij kunnen uitzoomen, verbanden leggen en een groter verhaal vertellen. Wij mogen dromen. Met verbeeldingskracht kan een idee ontstaan van een goede wereld.
En niet te vergeten, wij spreken ons publiek aan. Niet met korte, vluchtige berichten, maar met gevoel en emotie. En die verbinding, die aandacht is nodig voor het grootste verhaal van deze tijd. Omslag naar een duurzame wereld. Dus toen ik uit de trein stapte, toen voelde ik het. We hebben een kunstenaarsmindset nodig om de wereld te redden. Het grootste probleem bij de VN is, denk ik, het gebrek aan aanraakbaarheid. Toch? De kloof tussen rijk en arm, die zie je niet. De toename van deeltjes CO2 in de lucht, je ruikt ze niet. Ja. En op een moment dat diersoorten uitsterven, die nog niet eens een naam hebben gehad, dan voel je niks. Nou ja, wat ik wel voel, is als mijn dochter zich verslikt of als mijn moeder wordt overreden door een scooter, dan wacht ik niet tot een beleid van de regering of consensus in de EU. Ik kom in actie. Maar als onze moeder aarde wordt overreden door 1000 bulldozers, kunnen we dat voelen? Of als mijn achterkleindochter ademnood heeft in een wereld die verstikkend en heet en vuil is, kunnen we dat voelen? Hiervoor zijn kunstenaars, creatieven, schrijvers, vertellers nodig om nabijheid te scheppen. Daar is een schreeuwende behoefte aan. En daar moeten we samenwerken met jullie, politici. Want help ons om te signaleren waar in de samenleving machteloosheid en onzekerheid heersen. Waar verbindingen verbroken zijn. Daar is onze plek. En daar kunnen we aan het werk. Het is niet genoeg om alarmbellen te rinkelen over de staat van de wereld of de positie van de cultuursector. Het is echt aan ons om ruimte te maken voor een omslag in denken en voelen en handelen. En om ongegeneerd idealistisch te worden. Kijk, een ideaal kan niet mislukken. Als een poolster kan het ons gidsen. En dan zijn er realistische mensen die zeggen, oh, maar die poolster die kun je helemaal niet bereiken, man. Maar die weten niet hoezeer het ons richting kan geven. Als we verdwaald zijn in de nacht. Okay, dank je. Marlijn Slagboven. Ik heb mensen heel hard en diep zien slikken terwijl je bezig was. Ook jij raakte gevoelige snaar. Marlijn, aan jou de vraag. Wat voor beleid moet er komen zodat jij verder kunt? Waar hoop je op? Ja, een ander idee van ruimte. Ik bedoel, we hebben heel letterlijk een idee van ruimte. Zoals een theater of een museum of plekken voor kunst. Maar om te weten wat kunst kan doen bij onzekerheid. En eigenlijk bij gevoelskwesties. Ik bedoel, daar gebeurt een boel emotie in de Tweede Kamer. Ze moeten meer gaan voelen? Nou, ik heb het idee dat er heel veel gevoel wel fantastisch werkt voor de likes op social media en een achterban die zegt, ja, yeah, we hebben het weer gedaan. Maar dat er uiteindelijk ook een heleboel energie, een beetje, uiteindelijk in vaste groeven zit, als het ware. Waar ligt dat aan, denk je? Gebrek aan twijfelruimte. Gebrek aan twijfelruimte? Ja, precies. Dus de ruimte tussen een misschien een idee en een gevoel en meteen iets zeggen of iets vinden. Ik kan me voorstellen dat zekerheid iets is wat je moet uitstralen als politicus of als bewindvoerder. Maar er zijn heel veel dingen niet zeker. En die onzekerheid, daar zijn wij kunstenaars echt comfortabel mee. Ja, precies. Dus dat is wat we van jullie kunnen leren. Dankjewel, Marlijn Twaalfhoven.